Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuwe YouTube video. In deze YouTube video ga ik allemaal kerstpost openmaken. In ieder geval, ik denk dat het kerstpost is. Ik heb het nog niet opengemaakt. Maar ik dacht, overigens zitten kerstpostzegels op. En het heeft allemaal een beetje een kerstig tintje. Dus het zou wel kerstpost zijn. Dus ik ga het allemaal openmaken. Van een paar weet ik wel al van wie het is. En van een paar ook niet. Van deze ken ik het handschrift. Deze is van Rachel. En ik ga nu... Ik had het wel alles opengemaakt. Eigenlijk ging ik nog steeds met één hand film. Dus heb ik het wel allemaal opengemaakt. Ik dacht, het is wel handig. Oké, even kijken. Super schattig. Ze heeft als kerstkaart twee van deze tags gedaan. Super leuk papier. Deze heb ik toevallig ook deze week gebruikt in mijn Happy Planner. Ik ben een beetje verkouden. Super schattig. En de boompjes zijn glitterboompjes, zoals je kan zien. En er zit een heel leuk elfje op schaatsen. En een candy cane heeft hij vast. En hier een heel leuk huisje. Een houten huisje met een deur. En boompjes en een paddenstoel. En op de achterkant staat fijne feestdagen. En dan heeft ze ook nog deze erbij gedaan met All I Want For Christmas Is You. Super schattige kerstkaart. Ik moet nog bedenken hoe ik dit jaar al mijn kerstkaarten ga ophangen. En wat ze ook nog erbij heeft gedaan is een zakje met allemaal confetti. Oké, confetti soort van. Roze sterretjes en sneeuwvlokjes. Er zit washi tape in met deze winter eenhoorns met een sjaal op. Sjaal om. Haha, sjaal om. Super schattig. En ze heeft volgens mij ook nog wat andere tags ingedaan. Ook van dezelfde, die zie je al. Eentje met gouden sterretjes. Super leuk. Heel erg bedankt, Rachel. Oké. Dan ga ik de volgende openmaken. Ik heb geen idee van wie deze is. Ik herken het handschrift ook niet. Komt wel uit Nederland. Dus ik ga hem nu openmaken. Ik had hem al opengemaakt, maar niet gekeken. Oh, nu weet ik wel wie die is. Oh, jeetje. Zoveel slijm in mijn keel. Lekker veel details. Kijk, wat een super schattige kaart. Deze is van Nienke. Oh, zo'n leuke achterkant ook. Met zo'n hulsdingetje. En hier een superleuk kopje met een candy cane. Lieve Roy, ik wens je fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2019. Dat we nog maar veel sneeuwmails mogen uitwisselen. Liefst Nienke. Ik vind het een heel leuk kaartje. Ook alle leuke kleurtjes. Deze heeft volgens mij Romy gemaakt van... Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Matchables of zo. Ik weet niet, ik moet lachen om mezelf. Ik hoop dat ik het goed heb uitgesproken. In ieder geval, superleuk kaartje. Heel erg bedankt, Nienke. En dan heb ik ook nog deze ontvangen. En hier herken ik het handschrift ook niet van. Dus die gaan we ook even openmaken. Of in ieder geval uithalen. Hij was al opengemaakt. Oké, ik heb hem eruit gehaald. En dit is een superleuk zelfgemaakt kaartje. Van Marion van IKEA Life. En dit is het kerstkaartje met Merry Christmas. En een superleuke tag op de voorkant. Met, even scherp stellen. Met een jongetje met een kop warm chocolademelk. En een hele leuke sneeuwpop. En hierachter dit. Ik weet niet wat dit voor een vorm is. Ik weet niet of ik nou zo schil ben en het niet zie. Of dat het gewoon een soort klodder is, zeg maar. Ik vind het wel heel leuk. Papier met allemaal... cadeautjes en glitters. En aan de binnenkant staat geschreven. Hele fijne kerst en een mooi en gelukkig 2019. Groetjes Marion. En een superleuke pinguïn sticker. Kijk, zo schattig. Heel erg bedankt voor je lieve post, Marion. Er komt ook snel iets jouw kant op. Ik moest even de video knippen, want ik had per ongeluk mijn adres niet afgeschermd. Dan heb ik nog deze envelop. En ik denk dat ik weet van wie die is, maar ik weet het niet zeker. Ik vond het echt gewoon super leuk ingepakt. Super vrolijk. Echt zo lekker kerstig. Oké, ik heb alles uit het zakje gehaald. Deze is zo mooi. Oeh. Kijk wat een mooie sneeuwmeel.
By doing what you love, you inspire and awaken the hearts of others. Een supermooie zwaan met glittervleugels. En deze supermooie diamantjes. Ik kan hem zo openklappen. Hier zit frolic and fun. You are wonderful. En ik denk dat hier allemaal eentjes in zitten. Volgens mij is deze post van Laura van Pink Paper Daisy. Ja, ik herken het handschrift. Kijk wat een mooie kaart. Ja, kaart. Het is een mailtag. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. Nog nooit gezien zo. En dit is zo'n mooi kaartje. Wat is dit? Ah. Oeh. Dit is de brief. Super leuk. Ik vind hem echt heel mooi. Laura maakt altijd zo'n mooie dingen. Al de bloemetjes. Ze heeft gewoon een hele leuke stijl. En gebruikt het vet leuke kleuren. Dit is een mooi plaatje. Walking on air. En dit is een mooi vakje. En kijk wat hierin zit. Oeh, allemaal die cuts. Dankjewel. Oh, wat een grappig zakje. Volgens mij is die van Sostrene Grene. Ik heb geen idee of het goed uitspreekt. En dit is de achterkant. Sparkle Everyday. Superleuk. Dan ga ik ook nog dit superleuke zakje openmaken. Met een glitter cirkel dichtgeplakt. Ja. Ik probeer het zakje zoveel mogelijk heel te laten. Oké, even kijken wat hierin zit. Oeh, nog iets. Belletjes. Het klinkt al heel kerstig. En het ziet er ook zo kerstig uit. En het is lekker zacht. Oh, ze heeft zelf... Oh, dit had ik eerder moeten weten. Wat schattig. Ik heb het thuisje er even afgehaald. En... Dit zit er gewoon aan. Ze heeft gewoon zelf een boekje gemaakt. Oh, kijk dat papier. Oh, wauw. Oh, dit is zo mooi. Oh, misschien ga ik dit toch uiteindelijk gebruiken voor mijn December Daily. Ik vind dit wel echt heel erg leuk. Zo mooi, Laura. Oh, ik zal even een beetje meer van boven filmen. Oké, even kijken. Hier zit een velletje papier in met ruitjes. En dan heb je hier een heel mooi papier met noten, muzieknoten en pakjes op de achterkant. Even kijken. En er zit hier een heel leuk zakje in waar je dingen in kan doen. En dan krijg je hier weer een leuk van wit papier en ruitjespapier. En dan komt weer papier met noten erop. Oeh, kijk wat leuk. En een verhaaltje. En hier hoe je iets moet vouwen. Oh, dit is echt zo leuk. En hier zo'n gouden taartonderzetter. En dan heb je hier mijn witte ruitjes. Oh, een paperclip zelfs. Oeh. Oh, dit vind ik echt zo'n leuk boekje. Nou, ik laat deze gewoon even erin zitten. Een tag zit daarin. Ook kerstthema. Laura maakt echt zo'n mooie boekjes altijd. Ze verkoopt die ook al vaak op haar Instagram. Dus je moet echt even op haar Instagram kijken. Pink Paper Daisy. Oh, heb je hier weer zo'n voorbeeld van het vouwen. Ah, hier is een deel van een verhaal. Kerstverhaal. Notenpapier. Oh, wauw. Ik vind het echt een mooi boekje. Heel erg bedankt, Laura. Ik ben er super blij mee. En jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk weer tot de volgende video. Doei!